Isendoorn, u bent opgestapt als raadsvolger van de partij Democraten.nu. Wat was daarvoor de aanleiding? Ja, dat was de koerswijziging van de partij. Zeg maar, die partij die meent in overgrote meerderheid dat zij gewoon op de koers van Thierry Baudet moeten gaan zitten, het Forum voor Democratie. Nou ja, dat is prima, maar dat is not my cup of tea, heb ik wel gezegd. Dat is niet mijn ding, daar voel ik me niet in thuis en daar ga ik ook niet in mee. Daar wil ik ook niet mee vereenzelvigend worden. We hebben daarover gesproken in de partij en de leden waren in overgrote meerderheid die mening toegedaan. Dat er toch die koers op moest gaan, of die kant op moest gaan. En nou ja, dat heb ik gewoon als democraat ook te respecteren. Zo is dat. Maar het is niet mijn ding en ik voel me daar niet in thuis in zo'n partij. Ik zie ook, ik geloof erg in Europa, in één Europa. En Forum voor Democratie is Europa liever kwijt dan rijk, hè, zal ik maar zeggen. Ik ben nu partijloos, hè, dus, en ik ben ook niet van plan weer een nieuwe, zelfstandige nieuwe partij op te gaan richten. Dat heeft geen enkele zin. Het oude stadhuis, dat nog staat, beschouw ik wel als een hoogtepunt. Dat er een nieuw stadhuis gebouwd werd en het oude stadhuis te grabbel lag, dat vond ik eigenlijk een absoluut dieptepunt. Dus dingen komen ook samen. Dus ik ben wel heel, heel blij dat door de volhardendheid van mensen, hè, niet in de laatste plaats Guus Zeilenmaker, de architect die dat toch heel opgepakt heeft, ook samen met de stichtingen, erfgoedstichtingen die dat behoud wilden, staat het nu nog en wordt er een herbestemming voor gevonden. Ja, ik denk dat Almelo daar heel blij mee moet zijn dat dat nu gebeurt. Of 2014 was dat het geval. Toen konden we meedoen aan het college. Nou, er waren stevige onderhandelingen. Want dat was ook het zoveelste jaar weer op rij. Dat er weer gewoon tekort was. Weer een bezuinigingsoperatie. En wij hadden als D66 eigenlijk altijd zwaar ingezet over die overheid zelf. Moet eigenlijk ook de broekriem strakker aantrekken. In eigen vlees snijden. En dat was eigenlijk die onderhandelingen. Dus het collegeakkoord wat toen gevormd is. Of het programma. Was daarop geënt. Er moest flink in de overheid moest flink in eigen vlees snijden. Dat vond zijn weerklank dus in de begroting. Dus werd gewoon weer een bezuinigingsoperatie waarin eigenlijk dat eigen vlees eigenlijk weer gespaard bleef. En toen hebben we gezegd, nou ja, dat kunnen we niet meer leven. Dat hebben we niet zo afgesproken. En dat moet ook niet zo niet gebeuren. Nou ja, en toen ging de boel schuiven. We zitten er niet voor ons eigen, voor onszelf, hè, maar we zitten om de zaak voor elkaar te krijgen. We hebben afspraken gemaakt, beloften gemaakt met elkaar en daar moet je ook voor staan. En niet voor weglopen omdat jouw persoonlijk of jouw partij hè, beter uitkomt op dat moment.